kunt niet geen moment verslappen, je kunt niet even af, je hebt geen collega tot wie je je kunt verhouden. Jij doet het en jij bent verantwoordelijk voor de avond. Wie heeft mijn vader vermoord is kort gezegd een hele intense beschrijving van het leven van de vader van Édouard Louis. En een aanklacht tegen de Franse politiek die volgens Édouard Louis verantwoordelijk is voor alle miserie in de onderste regionen van de samenleving. Maar voor mij persoonlijk gaat het ook heel erg over het onvermogen om tegen een ander te zeggen, ik hou van je. Maar jij bent uit die wereld buitengesloten. Het is werkelijk voor mij een van de meest toonaangevende auteurs van deze tijd. Ondanks het feit dat hij ontzettend jong is. Hij heeft 3 boeken geschreven tot nu toe, die alle 3 heel persoonlijk zijn, ja, zelfs autobiografisch. Maar hij slaagt erin, en voor mij is dat grote kunst, om dat ook tegelijkertijd, zonder dat dat nadrukkelijk gebeurt, ogenschijnlijk terloops in een groter kader staat, een groter maatschappelijk kader staat. Je bent veranderd. Dus de dingen die hij heeft meegemaakt, die gaan plotseling iets veel meer betekenen en worden daardoor ook ontzettend herkenbaar. Dus ook als je geen homoseksueel bent, die in het noorden van Frankrijk gewoond heeft en daar in een ontzettend homofobe omgeving heeft gewoond, ondanks het feit dat je dat niet concreet hebt meegemaakt, kun je toch inbeelden wat het is om opgevoed te worden in een omgeving waarvan het je denkt dat ze je niet graag zien en dat ze je weg willen en waar dat je je niet gehoord voelt. Daarnaast heeft Édouard Louis een ongelooflijk mooie stijl van schrijven. Waarbij dat zijn zinnen eigenlijk bijna gedachten zijn die zich geleidelijk aan ontwikkelen. Dat is ook heel theatraal eigenlijk. Dus daarom past het ook zo goed bij het theater. Daarom worden zijn boeken ook zoveel, denk ik, in het theater opgevoerd. Omdat het eigenlijk bijna dialogen zijn met zichzelf. Het is een zich ontwikkelende gedachte. Ze is furieus. Ze zegt, je hebt er geen belang bij dit tegen je vader te zeggen. Anders gaat het fout. Ja? Ik was meteen gegrepen door zijn manier van schrijven. Door de thematiek die het had. En toen ik Wie heeft mijn vader vermoord uit had, kon ik me helemaal voorstellen dat we daar een monoloog van konden gaan maken. De kou. De hit. Ja, dan het boek vervolgens in een monoloog omzetten. Dat is toch wel een uitdaging, want eigenlijk is er sprake van minstens 2 personages. Hè? Want hij komt thuis bij zijn vader. Zijn vader doet de deur open, na hele lange tijd niet meer thuis geweest te zijn. Die vader doet de deur open en hij ziet een wrak voor zich staan. Fysiek in de eerste plaats, maar later blijkt ook mentaal en emotioneel een wrak. Kijk, dit boek heeft ook voor mij, dat ik met name tijdens de repetities, heel veel naar boven gebracht. De repetitieperiode was er een van waarin die was zo inspirerend was naar Ivo toe en naar mij toe, omdat we allebei een enorme voeling met die tekst hebben. Waarom ben je zo? Maar tegelijkertijd kwam er nog een meer persoonlijke ervaring naar boven voor mij. Dat is dat ik plotseling herinnerde dat ik ook verschillende keren gewerkt heb voor een vakantiejob in de chemische industrie, vlak bij ons dorp. En s'avonds kwam ik elke avond wit thuis. Totaal onder het chemisch poeder. Dus was elke avond spoelde ik mij af en kon ik eten en slapen. Dus je wordt geradbraakt eigenlijk. En plotseling snapte ik ook dat ik heb het ooit aan de lijve, korte tijd maar, laat staan als je dat je leven lang doormaakt. Ik zweer dat ik niks zal zeggen. 2 dagen later. Ik was ook een homoseksueel jongetje, zoals Édouard Louis dat ook was. Dus ik heb me daar heel eenzaam over gevoeld. Ik herken zeker dingen die in het stuk die met mijn eigen leven te maken hebben. In het dorp zegt iedereen dat je een nicht bent. Ze gaan ons verpletteren voor jou. Het is een boek, het is zoet en zuur tegelijkertijd. Echt, ik begrijp niet waarom je zo doet. Dat die vader, die hem zo homofoob heeft benaderd. En dan kom je terug thuis en dan zie je, denk je, ik heb veel meer van mijn vader dan ik eigenlijk zou willen toegeven. Ja, dat is de verschrikking, maar ook het fijne en het mooie van families. Ja, en hij in dit boek beschrijft dat fantastisch. Hoe dat je echt een hekel kunt hebben aan iemand om gegronde redenen, om dingen die echt gebeurd zijn, maar tegelijkertijd merkt, het is mijn vader.
Het is hard voor die vader. Harde afrekening, klare taal. Maar het is ook een die vader op een voetstuk zetten. Voor wat hij, voor zijn strijd. Voor de strijd die hij niet gewonnen heeft. Edouard Louis kwam kijken naar de voorstelling en hij zei, ja, jullie hebben er een tragedie van gemaakt en mijn vader had en heeft een tragisch leven.